Goedemiddag, ik sta hier in de tentoonstelling Mooi Oud en we hadden u natuurlijk heel graag vanmiddag willen uitnodigen voor de opening van deze tentoonstelling. We hadden u heel graag wat meer willen vertellen over alles wat er te zien is. We hadden Hans Aarsman aan het woord willen laten, fotodetective, die 5 tekeningen heeft geanalyseerd op een manier zoals eigenlijk hij alleen dat kan. En we hadden natuurlijk graag alles met u samen willen bekijken en zoals we dat altijd doen na afloop, het glas heffen, op het welslagen van de tentoonstelling en ook op de gezondheid van al diegenen die eraan hebben meegewerkt. Onze conservator Renske Cohen daar vaart voorop. Maar het heeft niet zo mogen zijn, want corona gooit alweer roet in het eten en dus sta ik hier alleen. Maar gelukkig hebben we Hans Aarsman de afgelopen weken gefilmd tijdens zijn speurtocht door onze collectie. En daar gaan we u iets van laten zien. Komt de tentoonstelling Mooi Oud. Het zijn tekeningen van, uit de verzameling van Helene Krulle-Müller. Dus dat is waar het museum naar vernoemd is. En ik ga er 5 uitkiezen. En die, daar ga ik iets over zeggen. We staan nu in het depot van het Krulle-Müller Museum. En dit is waar wij al onze tekeningen bewaren in dozen. We hebben zo'n 12.000 werken op papier in de collectie. Als je die niet in de juiste doos terugstopt, dan... Ja, zoals het thuis gaat. Dan ja, zijn ze niet kwijt, maar dan is het moeilijk terugvinden. En op het moment dat we de tekeningen in tentoonstellingen gaan laten zien, dan halen we ze uit de doos en lijsten we ze in. Om de selectie te maken hebben we, nou, ik denk wel ruim 500 tekeningen met elkaar bekeken. En dat gaat vanaf ongeveer 1500 tot 1850. Helene Krulle-Müller, hoe verzamelde ze? Want had ze gewoon de hele dag tekeningen te verzamelen? Ja, zij kocht heel veel van deze tekeningen op veilingen met name. En dan kocht ze meestal niet maar 1 tekening, maar meteen een aantal tekeningen. Ja, dat schiet lekker op. Ja. Ja. En dat deze, in ieder geval de oude tekeningencollectie, daarin is ze echt geadviseerd door haar kunstadviseur H.P. Bremmer. En ging hij met haar mee dan, naar die veilingen? Ja, ze gingen soms gezamenlijk. Kunnen we zien, want er zijn nog veilingcatalogi bewaard gebleven voor hoeveel gulden daarvoor is betaald. En, met haar handschrift ook? Ben je gewoon haar aantekeningen? Nee, het zijn aantekeningen van andere personen. Maar daarin zien we dus wel bijvoorbeeld staan mevrouw Kruller voor een bepaalde tekening. In de meeste gevallen was Bremmer of samen met Helene bij de veilingen aanwezig. Dat is grappig, want ik heb zo'n beeld. Ik zie gewoon een vrouw steeds bij een kraampje staan op zijn vlooienmarkt. Maar dit, zo werkt het Nee. En ze koopt ook heel veel tekeningen uit al bestaande tekeningenverzamelingen. Nou, hier zien we een aantal tekeningen die dus... Dat is hun? Ja. Die we hebben uitgekozen voor, of geselecteerd hebben voor de tentoonstelling. Er zit een soort... Het heet Utoplex, maar het is een soort kalkpapier, maar dat moet er dan af en dan zie je de tekening beter. Top. Dus dit is bijvoorbeeld zo. Want dit is er ook zo eentje, die Christian, die werden heel veel ja, dit is een hele onder zijn vader's naam verkocht. Dit is een van mijn favoriete tekeningen ook. Nou, dan doen we die. Daar ben ik helemaal voor. Ja, dit is dus een tekening van Christian Andriessen. Christian Andries is een kunstenaar die leeft aan het begin van de 19e eeuw en die heeft een getekend dagboek bijgehouden. Dus we denken dat hij zo'n 700 tekeningen heeft gemaakt. En in de Krulle-Müller collectie zijn er 4 tekeningen van zijn hand. Hij schrijft er ook echt in, hè? Zijn dagboeken aantekeningen zitten in de tekening, dat vind ik ook zo revolutionair. Ja, dus hij geeft dus momentjes uit zijn leven, tekent hij. Soms zet hij er dan een aantekening bij en in dit geval is het ook in geheimschrift.
En dit is een hele leuke tekening. Dit is een van de twee die ook in de tentoonstelling te zien zal zijn. Hier zit hij aan tafel met drie dames, waarvan er eentje met een zakdoek aan te wuiven is. Ze doet nadat ze afscheid neemt van haar ouders. Zij zit op de boot en dan zwaait ze met haar, met haar zakdoek naar haar ouders. Ja. Dat vind ik ook zo bijzonder, die momenten die hij kiest dan voor het dagboek. En het licht, het is een half Caravaggio-achtige licht. Ja, het zijn hele mooie... Altijd met schaduwen en diepte erin. Waar we net een dagboektekening hadden, is dit eigenlijk een getekend schilderij, zou je bijna kunnen zeggen. Het is een tekening, helemaal ingekleurd. Bijna een schilderij op papier. Ja, een werk wat echt voor de verkoop bestemd is. Ja. En we zien hier een klein steegje in Leiden, we weten niet precies waar. Dus echt een soort genre tafereeltje. Dus we zien een vrouw die een emmer met water haalt en een man die haar gadeslaat door het raam. Maar heel erg gedetailleerd. Dus elke baksteen en elke graspriet. Al die bakstenen, joh. Dit is een hoop werk voor je. Het is wel dapper om zo'n onderwerp te nemen dan. Dat je denkt, daar ben ik wel een paar dagen mee zoet. Ja, nou ja, precies. Kun je beter een boom doen. Een hele Ofwel, met al die bladeren. Ja, precies. Nou, hij heeft hij ook zijn best op gedaan. Ja, dus dit is echt een hele uitgewerkte tekening. Dus geen studie of een schets. Dit is echt bedoeld om te worden verkocht als ware het een schilderijtje. Uit die 100 tekeningen heeft Hans Aarsman er 5 gekozen en die gaat hij nader bestuderen. Het zwaartepunt is helemaal naar Christiane Andriessen omgekukeld. Want het is zo rete interessant. Kijk, er zijn boekjes gekocht van Christiane Andries. In die tijd kon je geen vrouwelijk naaktmodel tekenen. En hij organiseerde dan een vrouwencollege thuis. Dus dan nodigde hij de vrouwen uit om naakt te poseren. Die gingen dan op straat benaderen ook. Dat vind ik zo idioot. Kijk, hier is hij dus twee vrouwen aan het vragen van... wil je voor ons vrouwencollege naakt poseren? En hij doet het altijd op één plek, bij het Middenklooster. Dat is ergens in de Kalverstraat, waar nu zeg maar de Kalvertoren zit. Maar ik kan niet vinden waarom die vrouwen daar waren. En het misschien een hoerenbuurt was, weet je, dames van lichte zeden... of die dan naakt liet lopen, want die verdienden een gulden per dag. Mee. En het scheen dus toen de tijd veel te zijn. Zijn vader is een behangselschilder. En op de grachten ging iedereen, wilde dan behang. En hij schilderde dat ook allemaal. Paradijselijk, met heel veel bomen en breekjes en... dames die je zo half ontkleed af en toe zien een borst en ze altijd maar een beetje zo, gelukkig te zijn op een irritante manier. Dit is echt kitsch. Cupido, het gaat een beetje over de liefde. Maar dan zie je verderop ook alweer dat je denkt, dat lijken wel vluchtelingen. Zie je op een ezeltje, moeder met een kind. Ik heb ook een compilatie gemaakt van een aantal schilderingen van Jael en Cicera. Dus die generaal die een pin door zijn dinges krijgt. Er zijn er heel veel van in die tijd. Maar in de 17e eeuw. Maar dan kijk, het interessantste vind zijn de benen van Cicera. Is de man die de pin door zijn hoofd krijgt. Zie, dit is een hele oude voorstelling. Kijk, hier zie je toch weer een paar tepels door de kleding komen. Dus het heeft allemaal zo'n erotische component. Je hebt ze waar hij nog echt ligt te slapen, maar je hebt er ook waar je gewoon ziet dat hij... Zie je dat hij al wakker is en je hebt ook dat hij tegenstribbelt. En deze ook, weet je wel, die benen allemaal omhoog komen, dus die, echt niet, die slaapt niet. Laten er dus nu 100 zien van de ongeveer 900 tot 1000 oude tekeningen. De mooiste. Ja, of de meest bijzondere, dus waar een mooi verhaal aan zit. Ja. En we hebben vervolgens gekeken, kunnen we gemene delers vinden? Bijvoorbeeld eentje is Blik op Europa. Dan hebben we hier een aantal tekeningen bijeengebracht die je normaal gesproken niet zo snel naast elkaar zou zien. Zo zien we bijvoorbeeld een tekening van Anton Raphaël Mengs.
Die geeft meer de Grand Tour in Italië weer. Maar ook Isaac de Moucheron, klinkt als een Fransman, maar het is een Nederlandse kunstenaar die ook naar Rome reisde en daar prachtige stadsgezichten maakte van Rome. Engelenburgt, ja. Onder andere. Ja, ja, ik denk voor de heel veel mensen herkennen. Ja, het is eigenlijk heel weinig veranderd. Ja. En dan bijvoorbeeld deze tekening van Hendrik Voogd. Een landschap met een gekke overhellende boom, waar een vrouw, als je heel goed kijkt, een vrouw op de tak ziet zitten. Die er een beetje opgeplakt lijkt. Ja, ja. Misschien ook wel later erop gezet. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. En hier dan weer tekeningen die een stukje later gemaakt zijn. Dat zijn dan weer aquarellen van Schelfhout en Meijer. Die dan weer meer in België, Frankrijk, op doorreis ook gemaakt zijn. Dus zo hebben we eigenlijk een aantal tekeningen die normaal gesproken niks met elkaar te maken hebben, toch bij elkaar kunnen brengen. En ik denk dat het een heel mooi gevarieerd beeld geeft van de verschillende tekentechnieken, maar ook wat je allemaal zo als je op reis gaat in Europa, wat je als tegenkomt. En het zijn Nederlandse tekeningen, maar ook Italianen, Duitsers. Ja, waar heel veel tekeningenverzamelaars een heel specifiek doel hebben hoe ze een verzameling samenstellen, was dat bij Helene Krulle-Müller. Had ze niet echt een idee van hoe haar tekeningverzameling eruit moest zien. Dus dat maakt het ook heel leuk om door de collectie heen te gaan, omdat je allerlei hele verrassende dingen tegenkomt. Ja, dus een aantal tekeningen hebben we uitgezocht om ze heel groot af te beelden in de tentoonstellingsruimte zelf. Nou, hier zien we dan bijvoorbeeld die kleine tekening, die hebben we heel groot op de muren aangebracht. Dus we zien Rome in het klein, maar ook Rome in het groot. Ik denk dat niet alleen voor het publiek dit echt een verrassing is, maar dat was het voor onszelf natuurlijk ook. Want we wisten dat er wel zo'n grote hoeveelheid tekeningen was, maar eigenlijk wisten we niet zoveel vanaf. Nee. En het is voor ons ook heel verrassend wat er allemaal tevoorschijn is gekomen. En, ja. En ook de kwaliteit ervan en ook de leuke dingen, inderdaad, waar je een heel leuk verhaal bij kan vertellen. Heel veel dingen waren, of heel veel tekeningen onbekend. Waren ook echt onbekend en verrassing. Ja. En, ja. Ja. Het is toch een soort schatgraven. Ja, echt schatgraven. Ja. Zo, heeft het, zo voelde het ook. Ja. Ja. Hans is weken bezig geweest met het bestuderen van die tekeningen. Hij heeft ten eerste natuurlijk heel erg goed naar gekeken. Heeft de levens van de kunstenaars uitgeplozen. Heeft ander werk van ze bekeken. En nu is hij zover dat hij kan gaan vertellen wat hem als fotodetective is opgevallen. Al die tekenaars die hier hangen, die hebben eigenlijk, zijn ook eigenlijk allemaal schilder. Wat ik ontdekt heb, dat het eigenlijk, die tentoonstelling gaat eigenlijk over formaat. Wat formaat met je doet. Dus je hebt die hele grote wanden met die hele grote tekeningen erop, maar je hebt ook die hele kleine tekeningen. Ze maken dus ook schilderijen en dan wordt alles veel groter. En als alles groter wordt en officiëler en ambitieuzer en er zijn opdrachtgevers en weet je, je gaat je beste beentje voorzetten, dan ontstaat er een soort houterigheid in, die je schilderijen wel ziet, maar in die tekeningen niet. Die zijn echt, hoe zou ik het zeggen, die hebben een soort gebaar, een gemak, doe ik even zo, weet je wel. En dat op een manier spreekt mij ontzettend aan. Dat is Simon Kraus. Er zit zoveel leven in die tekeningen, dat is echt uniek. En het is een moment dat een spelletje aan het spelen zijn, die kinderen. En dat heet Bok Stavast. En dan moet je op iemand gaan zitten. En de bok is natuurlijk degene die onderop zit. En bovenop zit dan een ander kind. En dat houdt dan een hand omhoog met een aantal vingers. En dan moet je als bok raden van hoeveel vingers het zijn. En dan mag je weer niet bok zijn. Kraus, die tekende eigenlijk voornamelijk. Maar er zijn ook wel schilderijen van hem bekend. Het is ook weer zo'n typisch Arcadische. Ik vind Arcadische schilderijen eigenlijk altijd het zoveelste antwoord op de vraag van wat zullen we mensen laten doen in een landschap? Nou, daar en de vorige keer was aan het wandelen, nu gaan we een eindje varen. Weet je, zo, die sfeer heb je zo een beetje. Heel anders dan dit. En dit zijn ook een aantal dingen. Dit zijn allemaal, bij het Rijksmuseum hebben ze er heel veel van Kraus. Hij kon wel een paar tekenen. Ja, heel leuk. Ja, echt heel goed. Maar ook zo lekker winderig en zo. Een soort aardappeleters, maar dan wat vrolijker.
Deze vind ik ook helemaal top. Zo wonderlijk dat je daar nog een huis met een boom in ziet, hè? In het gekras. Bij hem is eigenlijk het verschil tussen schilderwerk en tekening het grootst. Tenminste, tot nu toe, want er is eentje die er nu aankomt, daar is het nog veel groter. En dat is Christiaan Andriessen. En dit is niet zijn werk, maar is het werk van zijn vader. Het was echt de schildersfamilie. En Juriaan Andriessen, die leefde van het schilderen van behang in grachtenpanden in Amsterdam. En dit is de Herengracht 524. Ook weer dat Arcadische gedoe, hè, met halfnaakte dames en gewoon een beetje zo in de natuur hangen. En de cupidootjes die allemaal hun pijltjes gaan afschieten. En Christiaan die was ook helemaal in dit. Hij schilderde heel veel. Ik geloof dat hij iets van 100 schilderijen is bekend. En die werden niet verkocht. Hij stuurde ze in voor prijzen en zo. Gebeurde allemaal niks mee. Dus dat is een beetje een frustratie van hem. Aan de zijkant van al dat schilderen, wat niet succes was, is hij gewoon een soort dagboek gaan maken van zichzelf. En daarin heeft hij, ja, dat je denkt, hoe kun je nou voor je schilderijen mythologische, neoclassicistische ongein gaan doen? En dan heb je zo het besef voor je tekeningen dat je denkt, ik ga het dagelijks leven. En dit is een scène, die vind ik een van de mooiste. Is dat hij met zijn moeder in de keuken staat en dan zegt die moeder, want hij schrijft het ook, vind ik ook zo brutaal, dat je in je tekeningen schrijft. Hij zegt, nou, als je niks meer wil hebben, als je toch niet meer wil hebben, dus je weet hoe moeders zijn, van wil je nog een boter met kaas en zo. Nou, dan wens ik je maar een goede rusten. Dus dan gaan we maar naar bed. Dus dan is er toch verder niks. Dan heb ik als moeder toch helemaal geen rol meer in het bestaan. Dit is, vind ik ook heel bijzonder. Dit is, mensen waren niet echt rijk, maar ze hadden wel dienstmeiden. En hier wordt deze dienstmeid, die wordt gefouilleerd omdat ze beschuldigd is van het stelen van iets. Het grote voordeel van de opzicht van fotografie, je kunt gewoon 's avonds gaan zitten en je denkt, wat is er vandaag gebeurd? Je kunt veel selectiever zijn in wat je doet, plus dat je gewoon niemand lastig valt op het moment zelf. Pakte ook van die historische momenten. Hier wonen ze inmiddels op de Amstel 95. En aan de overkant trekt het leger van Napoleon voorbij. En hoe die verhouding ook, dat is dan niet het onderwerp, maar hij staat er zelf voor en zo. En op de achtergrond zie je heel klein, zie je wat soldaatjes voorbij komen. Dus historische dingen, maar wat hij ook deed, is als hij gewoon een moeilijk moment had in zijn bestaan, dan tekende hij dat ook. Dit is het. De tekening die hier gaat hangen van Christiaan en Juriaan. En het is eigenlijk toevallig wijze heel bijzondere. Stadsarchief in Amsterdam die heeft 450 tekeningen. Ik heb ze allemaal gedownload. Ik heb ze allemaal thuis. En ik heb ze op chronologische volgorde gezet. Per dag pak ik gewoon een stuk of 10 van die tekeningen. En het is een soort soap. Een soort reality soap. Want het is dan gewoon, je ziet gewoon wat hij meemaakt. Ja. Dit is zo leuk om doorheen te gaan. Ik ben nog niet helemaal aan het eind gekomen. En dit is in een periode waarin opeens een vrouw in zijn leven komt. Hij gaf tekenles aan een goede burgerlijke dame. Ja. Dus hij zit allemaal met jonge dames, is hij bezig en zo. En een van die jonge dames is mejuffrouw Balk. En die zwaait daar met een zakdoek. En dit is ook het eerste tekening waarop hij geheimschrift gebruikt. En hier nog niet. Dit is. Blijkbaar zegt zij dag papa, dag mama. Hè? Ze met die zakdoek, ze vertelt dan dat ze. Dat staat dan weer hier. Dat is het bovenste blokje. Mejuffrouw Balk. Hier vertelt ze hoe ze haar ouders mistonen. En zeer hartelijk verlangen om haar ouders weer te zien. En daar zie je haar dus zo zwaaien. En hij raakt er op een of andere manier door ontroerd, Christiaan. Hier zit hij dan. Met zijn zus en zijn moeder. En dan schrijft hij het volgende. En dat is in geheimschrift. Het is de eerste keer dat hij een geheimschrift introduceert. Hetgeen mij, dat is nog niet een geheimschrift. En dan zie je daar ZFFR. En dat geheimschrift is heel simpel. Je moet eigenlijk de letter nemen die ervoor staat. Als er een puntje boven een letter staat, dan moet je de letter nemen die ervoor staat. Dus hier staat dan niet de F, maar de letter ervoor is een E. Dus staat zeer. T, P, F, J, P, B, R. Even kijken, RTZ. Met allemaal puntjes erboven. En als je dat uitcijfert, dan staat er een stoeipartij. Dus blijkbaar zijn ze daarna gaan stoeien. En dat duurde tot 12 uur. Vader was zwart en de moeder was wit. Of andersom, daar wil ik even van af zijn. Toevallig dat ik het ergens anders tegenkwam. Behalve dat ze een soort van kroeshaarachtig heeft. Maar ze wordt gewoon helemaal wit geschilderd. Blijkbaar telt het helemaal niet. En het is niet de eerste keer dat hij haar tegenkomt. Want dit is de eerste tekenles die hij aan haar gaf. Dankjewel Hans voor je prachtige observaties. Ik wil u nog heel graag wijzen op het boek wat we bij de tentoonstelling hebben gemaakt. Waarin alle tekeningen zijn afgebeeld en heel uitvoerig beschreven. We hebben ook een tekenboek gemaakt waarmee u zelf aan de slag kunt.
Tuurlijk is straks deze hele film te zien op YouTube en op onze website. Maar ik hoop u de volgende keer toch echt weer live te zien. Want het is net als met tekeningen, je moet ze wel in het echt zien.